Ja, ik ga lekker mijn bad in, mensen. Hey, familie, zijn jullie er alweer? Nou, dat is leuk. Het is fijn dat jullie kijken. Daar ben ik heel blij mee. Nou, ik ben Karin Sammel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Sammel van de Werf. Het is vandaag alweer 2 juni. Het is 9 uur 32, dus 9:30 geweest. En wij gaan allemaal leuke dingen doen vandaag. Sowieso eventjes naar een tuincentrum om potgrond te halen voor een orchidee. Dus ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier met alles wat we gaan doen. Ja, nou, we zitten dus lekker in de toetoet. Zoals gewoonlijk in de toetoet. Wij gaan dus nu even naar Berkel en Rode Reis. Ja. Even daar potgrond halen voor mijn orchideeën. Want ik heb één orchidee die is gewoon dood. Maar ik moet even knippen. Misschien dat ze ook een soort van schaartje hebben ervoor. Ik weet niet, maar misschien even vragen. En dan hoop ik niet. En dat die eikel er is van de beveiliging. Eikel. Ja, eikel. Ja. Eikel. Ik noem het er gewoon een eikelrustig was. Dus ja, wij gaan dus even lekker naar de welkom. Ja, wij wel. Lekker. Maar we nemen jullie gewoon gezellig mee. Alleen ik weet niet of ik mag vloggen of filmen in de winkel. Dat weet ik dan maar niet. Denk het wel, dus wel niet. Maar ja, misschien alleen mezelf filmen en ook. Ja, want ze wil toch een beetje meer klanten. Nou, dan kan ze krijgen, toch? Zo, we zijn dus even bij de Welkoop geweest. Kijk, Ja. Welkoop, wel en koop. Nou, dit is voor de jongens. Dat werd mij aangeraden. Dan gaan ze lekker inzitten. Hebben ze weer een holletje. Die gaat daarin. Dan hebben we 3 zakken. Pokon. Ik kan even nou niet zien wat ik nu aan het vloggen ben. Pokon voor de orchidee potgrond, wat ik al zei. Daar hebben we 3 zakken van. Twee. En dit is 3. Wat moet ik zeggen? En dan heb ik hier dus nog weer een nieuwe thermometer voor aan de voorpokon. Dan heb ik ook nog eens een keertje weer een borstel voor de fles. Nog een tweede fles erbij. Eventjes in de tas duwen. Dan heb ik nog eens een keertje plantenvoeding voor de orchidee. Hebben ze ook wel nodig. Deze ook wel ideaal. Thermokoffer wordt lekker cool. En wat mij ook aan werd geraden, dat was deze. Omdat ze dus het hokje zo leuk vinden om te knagen. Ja, is niet handig, niet. Ah, we zijn weer bij de Mall of the Netherlands in het winkelcentrum geweest. En we hebben boodschapjes gedaan. Maar dat zien jullie straks wel als we thuis zijn. We gaan eerst even naar de auto even inladen. Gaan we naar huis. Lief. Ja, is lekker. Maar het is niet goed voor je huid. Want net deed het ook alweer beneden. Want je blijft het nu iedere keer schoonmaken. Dat is niet de bedoeling. Nou. Roderick heeft sowieso voor hemzelf een airco gehaald. Deze stoel is voor mijn buurvrouwtje. En daaronder zit dus een hele mooie stoelkussen. Dat wou ze graag hebben. En voor de rest wat ik allemaal heb gehaald, dat laat ik jullie zo meteen zien. Want ik ga zo meteen sowieso op mijn balkon een lekkere verkoeling zoeken. Dus wat heb ik gehaald? Ja, wat heb ik gehaald? Zijn jullie benieuwd? Ik wel. Nou ja, ik weet het al. Ja. Roderick heeft dat heel goed verstopt. Wat heb ik goed verstopt? Heel goed verstopt. Maar dat is alleen maar leuk. Dat dit dat heel goed heeft verstopt. Ja. Ja, we zijn thuis. Ja. Heel erg mooi thuis. Doe even dit even open. En die even van jouw kussen af. Doe ik die even open. Lekker. En jij moet weer een stukje. Ja, zo blijf je bezig, hè? Als dieren lekker hun eigen ding doen. Zo. Kan deze open? Dat is idee. Hoe laat jij?
En doe ik die naar beneden. Zo. Top. Yeah. Dan ga ik eens even kijken wat het wil, wat ik heb gekocht. En dat laat ik gelijk aan jullie zien. Dus. Ja, nou. Deze wil ik heel graag kopen, maar daar zit melk in. Maar Rodi zegt ook van ja, maar misschien iedere keer een hapje. Dat kan toch wel? Ja, dat, misschien kan dat, weet ik niet. Nou, ik heb een afdekzeil. En bij een afdekzeil hoort dus ook, bij die maat, een zwembad. Yay! Nou, zoals gewoonlijk lekker chippy. Wokkeltje. Voor de jongens. Gegrilde worst. Altijd lekker. En ik doe eventjes naar de stoel toe. Ja, en ik moet hier ook morgen even stofzuigen. Ook handig. Zo. Ja, deze had ik even laten zien al. Dan heb ik nog de zandvliet. Ook lekker, zandvliet. Dan hebben we hier een baggie. Voor de orchidee. Heb ik hier twee lekkere witte puntjes. En heb ik hier dus deze. En deze. Nou ja, dat hebben jullie allemaal al gezien wat we hebben gehaald. Maar ik laat het nu nog een keertje zien. Dat dus. En voor de jongens. Deze ook nog eens een keertje. Lekker. En dan heb ik dus nog voor de orchidee. Weg ermee. En ik heb hier lekkere, heerlijke potgrond voor de orchidee. Hier nog een keertje orchidee potgrond. Hier nog een keer. Die kan er maar niet genoeg van hebben. Hè? Ho, snuffel. Dat is orchidee potgrond, schat. Kijk, ik heb hier ook nog deze. Kun je ook nog eens een keer ruiken. Ja. Het is het allemaal, hè? Die moeten hier op het voorbalkon. Daar, op die muur. Nou, deze. Maar ik kreeg dus ook nog een tip. Als je dus een fles wil schoonmaken. Zand en water. Maar dan denk ik dat dit dus kogeltje vast komt te zitten als ik dat met zand ga doen. Maar ik ga dat wel eens een keertje proberen. En dan het zo'n mooie lief holletje voor de jongens. Die laat ik zo meteen ook even zien aan Roderick. Of ik ga eerst de kooi schoonmaken. Want die moet ook gedaan worden, de kooi. Dus ja, komt helemaal goed. Duimpje omhoog. En ik ga de zwembad opzetten. Zo wat beter hier staan zo meteen. Ja. Ja, die tafeltje die zit echt in de weg hier. Kijk, meen je. Prima.
Ja, yeah, ik ga lekker mijn bad in, mensen. Kijk, mijn bad die ligt er helemaal klaar voor. En ik lekker ook. Dus jullie mogen gelijk met me meekijken hoe ik lekker mijn bad in ga. Gaan jullie mee? Nou. Het is lekker warm. Het is heerlijk warm. Lekker. Dit is lekker, mensen. Echt. Het is zo lekker. Nee. 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 Niet. Nee, Loffy. Ah, dit is lekker. Heerlijk. Gewoon lekker op mijn achtertuin. Achterbalkon. Lekker in mijn zwembad. Heerlijk. Dit is lekker, mensen. Echt. Heerlijk. Dit is zo lekker. Zuinig. Nou, ik geniet nog even. Dus heerlijk. Zo, ja, komt helemaal goed. Zo, ze staan hier weer, ze liggen hier weer gezellig bij. Nee, Loffy, ga eens aan de kant. Jongens, hey, geen ruzie maken, maar dan ga ik eens even ruzie lopen maken. Klaar. Klaar. Zo, ga jullie eens even lekker hier weg. Kom. Kan ik even mijn oplader pakken en dan kan ik zo meteen nog wat aan de jongens geven. Kan ik dat ook zo meteen nog even... Ja. Ja, ik ga zo meteen weer wat doen, hoor. Ja. Niet doen. Hey, stop daar eens mee. Vriend, nee. Klaar. Jongens, die zijn helemaal verschoond. De jongens krijgen dus ook nu wat lekkers erbij. En ze krijgen die. Dus kijk wat ik ga doen. Eerst deze losmaken. Ik ga eerst deze nu los lekker maken. Kijk. Die doe ik via het dakje. Zometeen. Let op. Nou, ik heb hem los. En ik ga hem dus hier doorheen doen. Kijk. Hier neerleggen. Zo. Ga ik lekker helemaal daar naartoe doen. Nu even nog. Even kijken hoor. Ik ga het even anders doen. Ik ga die gewoon daar weer naartoe doen. Denk ik. Nee, ik ga hem toch hier neerleggen. De ene die kant en de andere die kant op. Hartstikke mooi. Zo, jongens. Dat is nice. Kijk eens. Ik ook heb voor jullie. Kijk hier. Pak maar. Het is oké. Ja. Pak dan. Hey, hallo. Koekoek. Kom maar. Pak dan. Het is oké. Okay. Ja, zeg maar, dat is een hele enge kamer. Ja, hij blijft. Deze wel even aanpakken dan. Ja. Dat is één. Als je het niet wil aanpakken, doe ik het lekker hier, kijk. Is ook leuk, daar eentje. Best slim hoor. Ik krijg er niet zomaar wat. Jullie moeten er wel wat voor doen, hè? Ja, jullie moeten er wel iets voor gaan doen nu. Zo simpel is het bij mij. Zo.
Ja, nou, die ga ik nog ergens anders hangen, schat. Komt helemaal goed. Het een het andere wat veranderd. Deze ding is dus nieuw. Nou, daar wordt al helemaal lekker gebruik van gemaakt. Opletten. Ja, wacht maar even. Je lekker van twee kanten vindt. Ik heb nou lekker schuin neergelegd. Is nog leuker. Nou, het flesje heb ik hier dus nu hangen. Lekker, hij blijft lekker koel. Die heb ik dus, hij stond zo, nu heb ik hem een beetje kwartslag gedraaid. Nou, de jongens die kunnen weer lekker smikkelen. Zal ik nog een stokje extra erbij doen. Yep. Lekker daarin verstoppen, is leuk. Nou, dan kan ik daar en daar dus ook binnenkort het hooi in doen. Hé, dat is handig. In die rol kunnen ze weer lekker in schuilen en verstoppen. Hé, Kierens. Jij. Ja. Dat is lekker, hè. Ik wil hem gewoon even los hebben. Kan ik wat beter filmen? Ja. Wat een ding, hè? Ja. Ik ga deze toch nog even verplaatsen. Hier naartoe. Zo. Ik heb beter wat meer zicht. Ja, die rol die heeft me voor 7 euro en gekost, vriend. Ja, 7 euro. Ja. Maar dat heb ik voor jullie over. Ja, ook dat. Ja, ja. En er is een tijd van een vlog beginnen. En er is ook weer een tijd van een vlog beëindigen. Ja. Dat is nu. Dus ja. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, hey jongens, abonneer dan even. Daarnaast zit een belletje, doet die dan ook gelijk aan als je toch bezig bent. En dan een stukje hier, daar zit een duimpje. Doe dan even deze. En als je dan nog bezig bent, zullen we het heel leuk vinden om dan even te reageren hieronder. Want wij reageren zeker terug. Want dat heeft Roderick net nog gezien. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen maar weer. Doei! Doei.